welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. En vandaag hebben we twee gasten, Michiel Meijs en Johan van Bommel. Johan, jij bent vorig jaar ook in ons programma geweest. Toen ging het over Art United, nu weer. Want Art United is alweer begonnen. Ik begin even bij jou, Michiel. Wie ben je en waar kom je vandaan? Ik ben Michiel, kom uit Den Bosch en ik doe mee aan Art United. En wat ga je doen met Art United? Ik zit in het muziekgedeelte. Dus dat betekent dat we met z'n paar mensen vormen een bandje. En dan gaan we gewoon muziek maken en dan krijgen we af en toe optredens. Ja, nou, dat is wel in een hele vogelvlucht. Maar Johan, leg even precies uit wat Art United ook weer is. Ja, Art United is een project. Dat, vanuit Studie 073 is dat eigenlijk ontstaan. Vindt in muzerijen plaats en eigenlijk krijgen deelnemers krijgen coaching. Op het gebied van muziek maken, waar Michiel ook onderdeel van is. Ja. Maar je hebt ook beeldende kunst en je hebt ook dans. En je kan dus van alles wat eigenlijk doen. En dat allemaal samen komt dus op één festival dat Art United heet. Vandaar ook de naam. En daarin kunnen alle deelnemers eigenlijk laten zien wat ze in die periode, in die korte periode geleerd hebben aan de hand van coaching van professionals uit de industrie eigenlijk. Ja, nou, dat is hartstikke leuk. Want bijvoorbeeld het festival, wanneer vindt dat plaats? Zondag 17 februari. Juist. Ja. En dan is er ook nog een concert in Plein? Ja, dat is van het Ik Bent project. Dat is van het Ik Bent project. Ja, een soort gelijk project inderdaad. Ja. Ook vanuit Studio 073. Ja, maar dat past allemaal heel mooi bij elkaar. Maar goed, Art United. En Michiel, wat speel jij zelf in een instrument? Of zing je? Ja, ik doe de drums van de band. Je doet de drums van de band. En hoe heet de band? Momenteel konden we geen naam verzinnen, dus momenteel heten we nog de stresslama's. De stresslama's. Want we hebben zeg maar een lama voor als we in de stress zijn. Ja, knuffeltje. Ja, kan je dan pakken. En jij bent dus drummer. Ja. Yeah. Hoe lang drum je al? Nu 2 jaar. 2 jaar. En wie is jouw leraar? De drumleraar. Marcel Wijtenburg en Patrick. Maar Patrick is momenteel even niet... Ja, niet aan drummen. Nee. Hij is even niet aan drummen. Die is even een nieuw pand aan het zoeken. Oh, oké. Okay. Johan, iedereen kon zich inschrijven, hè? Iedereen. Alle jongeren. Het is tot 17 jaar, 19 jaar? In principe kan je gewoon meedoen als je je welkom genoeg voelt om mee te doen. Ja, er is eigenlijk wel een leeftijdsgrens. Volgens mij was dat ooit 22, 24. Ah, oké. Okay. Maar in principe, als je wat ouder bent en je bent gewoon wel gemotiveerd en je wil meedoen en... geen probleem, weet je. En als je wat jonger bent, ook geen probleem. In principe is eigenlijk gewoon iedereen welkom. Ja, want het concept is natuurlijk superleuk. Je kunt je inschrijven. Die inschrijving is inmiddels gesloten. Maar je kunt je inschrijven en dan kun je aan verschillende onderdelen meedoen. En dan heb je 1 dag in de week. 1 dag in de week, Michiel? Hoe vaak? Je hebt 2 uur in de week, standaard volgens mij. En dan kan je eventueel, als er ruimte is in lokalen, kan je... tussendoor ook nog een keer ergens in de week gaan repeteren. Heb jij je opgegeven als band of heb je opgegeven als individu? Dus als gewoon Michiel? Gewoon als ik. Ik zocht een band. Nou, die heb ik nu ook gevonden. Ja, en dat gaat dan samen. Dan ga je met elkaar zitten. En dan wordt er gezegd, nou, wie wil er bij wie? Of hoe gaat dat jou? In principe ben je in het begin bij een kennismaking waar iedereen elkaar eigenlijk leert kennen en zichzelf voorstelt. En soms heb je dan al een beetje het idee van, oké, misschien dat die wel past bij ongeveer de muziekstijl die ik ook speel. Dat zal je ook herkennen. Yep. Je vindt elkaar, je vindt best wel snel een soort gelijk eigenlijk. Dat is gewoon een beetje een natuurlijke klik, denk ik, die je als muzikant dan ook met elkaar aanvoelt van, wij kunnen wel muziek maken samen. En je bespreekt dat gewoon eigenlijk door. Je geeft aan welke genres je leuk vindt, welke instrumenten je doet. Welke genres vind jij leuk, Michiel? Qua muziekstijl... Dan zou ik een beetje richting de rockkant, vind ik altijd wel leuk. Oké. En waar luister jij zelf naar? Van de bands, toen luister ik naar AC/DC. Je meent het! Rolling Stones en... Dit is goed, man. Queen. Kijk eens aan. En waar komt die muziek liefhebberij vandaan van die jongens? Ja, mijn ouders zijn ook altijd al fan geweest van muziek. En ik vind het ook zelf gewoon, vind ik leuk. Ja, natuurlijk is dat leuk. Hé, wat een mooie muziekstijl, jongen. Overigens, maar dat is geheel even tezijde. En niet dat jij, maar weet je, Bob Dylan ooit van gehoord? Wel Bob Marley, maar geen Bob Dylan.
ouders van Michiel hebben toch iets niet goed gedaan. Want de grote der aller tijden, ja, dat de beste songwriter ever. Maar goed, dat is nou de zoveelste keer dat ik het zelf over Bob Dylan heb. Maar ja, dat, als je het over de Stones hebt, hè, dan heb je het over de Beatles. En dan zit er net boven Bob Dylan. Johan, dus die stijlen die zijn, dat kunnen ze aangeven. Zijn er dan ook bandjes, dat kun jij natuurlijk zeggen vanuit het verleden, die uiteindelijk zijn doorgegaan? Ja, zeker weten. Dat zie je nu ook. En nu is ook bijvoorbeeld Bosse Band Battle bezig. Kijk, natuurlijk is Arch United en Ik Ben zijn echt hele goede wegen om ervaring op te doen. En om dan aan te voelen van oké, gaan we wel of niet door. Klittenband doet het nu heel goed. Ja, die is eigenlijk ook daar ongeveer wel ontstaan. Spelfout, daar zit ik dan zelf in. Ja. Ook nog steeds gewoon bezig. Ja, Duke Down Alley Cats, die doen hele vette covers ook. En die kunnen ook een goed show neerzetten. Precies. En, en zo leer je ook steeds meer mensen kennen. En ga je ook na, als je klaar bent met die projecten, ga je ook weer van elkaar leren, zeg maar. Van ja. Oké, wat zijn die bands aan het doen? Wat doen die nu? En zo krijg je ook nog wel eens dat je, als andere bands ophouden, dat je wel weet van, misschien is diegene wel geschikt voor onze band nu weer of zo, weet je. Zo bouw je ook een beetje een netwerk op. En dat is in muziek ook heel belangrijk. Ja, dat is dan hartstikke leuk, hè? Ja. Dat je gewoon lekker muziek met elkaar kunt maken. Michiel, en hoe ging bij jou die vorming van de band? In het begin waren we een beetje aan het kijken, wat vindt iedereen leuk? Wat zullen we gaan doen? En daarna, de week erna. Hoe gaat dat dan? Wie neemt dan het woord? Heb jij het woord bijvoorbeeld genomen? Heb jij gezegd, jongens, iets van de Stones gaan doen of zo? Nou, nee. We beginnen meestal gewoon, van wie vindt wat leuk? Ja. En dan kijken we daar en overleggen we meestal ook voor een eerste nummer wat we gaan repeteren. En dan welke nummers ga je spelen? Wij gaan Awake and Alive van Skeleton en Valerie van een of andere zangeres, maar dat weet ik de naam zo even. Amy Winehouse. Ja. Oké, maar dat is trouwens wel een uitdaging. Want wie gaat er zingen dan? En je hebt een zangeres in je band. We hebben er twee. Kijk eens aan. Ook een uitdaging. Ja. Hoe gaat dat? Ja, soms is het wel een beetje discussiëren over wie welke tekst krijgt. Wie welke tonen krijgt. Ja. Maar verder gaat het wel goed. Ja, nou dan heb jij gelukkig niks te maken met verschillende toonsoorten. Bij jou gaat het puur om het ritme natuurlijk. Ja. Yep. Jij kreeg vroeger pannenkoeken ook. Als ik zeg pannenkoeken, weet je dan wat dat betekent? Nee. Roffelen. Pannenkoeken. Oh, zo. In lettergrepen. Hey, kijk. Ik snap hem al. Ja, Erik Hanegraaf, een hele goede drummer. Maar die geeft bijvoorbeeld ook bij Babel, moet ik nu zeggen. Hè? Babel geeft die drumles. Uitstekende drummer. En Paul Damen is natuurlijk een bekende drummer hier in Den Bosch. Dus goede drummers zijn moeilijk te krijgen, Johan. Hè? Dus er zit nog wel wat toekomst in, denk ik, voor hem. En zeker als je op deze leeftijd bent en nu al aan deze projecten meedoet. Ja. Zeker. Hoe jong ben jij, Michiel? Ik ben nu 14 jaar. Heel goed. Nou zijn de wegen van muziekartiesten die gaan soms zeg maar door. Maar daar moeten we nog maar even mee wachten, hè? Hou het maar gewoon. Nog niet te snel gaan. Nog niet te snel gaan, heel goed. Johan, wat is nou de time schedule voor de bands die meedoen? We zitten nu in eind november. Wat is dan de volgende? Zijn er nog try-outs of zijn er nog? Je bedoelt tijdens de festival zelf? Ja? Of wat er daar gaat gebeuren, zeg maar. Het hangt een beetje ook vanaf hoe het proces verloopt bij bands. Weet je, sommige bands die hebben in één keer een sprint en die kunnen zo 6 nummers neerzetten in die tijd die ze hebben. En andere bands die hebben misschien 2 nummers en allebei net zo goed prima, weet je wel. Iedereen zijn eigen proces. En en wordt het weer in verschillende zaaltjes van voorheen muzerijen, mm-hmm. Nu dan Babel. Maar wordt dat daar ook nog steeds op die verschillende zaaltjes gedaan? Ja, hoogstwaarschijnlijk wel. Dat hangt ook af van hoeveel mensen uiteindelijk wat gaan doen, zeg maar. En wat het ook is, is dat mensen, wat dan ook alweer zeggen. Nou, dat verschillende zaaltjes, want ik weet nog van vorig jaar toen vertelde je van we hebben een soort van expositie. In het atrium. Klopt. En is dat dit jaar weer zo? Ja, het leuke daarvan is, dat is nog niet helemaal vast, maar dat zal zeker wel weer zo'n vorm krijgen. En ook, je hebt ook deelnemers die doen mee, zeg maar, niet als deelnemer om iets te gaan presenteren, maar als deelnemer om dit festival mee te organiseren. Dus die hebben daar, zeg maar, ook een rol in hoe gaan we het vormgeven. En dat is ook allemaal nu in de ontwikkeling, zeg maar. Dus dat is ook nog een beetje een verrassing hoe het dit jaar weer eruit gaat zien. Dat kan heel anders zijn dan vorig jaar, weer hele andere aankleding.
Ik heb gehoord dat er dit jaar extra dingen te doen zijn voor toeschouwers, zeg maar. Dat soort van interactie is dat er allerlei spelletjes... 17 februari, hè? Ja, op een zondag. 17 februari, dus noteer het vast in je agenda. Ik kom zeker kijken. Wanneer denk jij dat jij gewoon... Wanneer kan ik een keer naar de repetitie komen luisteren... dat het gewoon al staat als een huis? Een paar nummers staan gewoon, ja. Maar elke maandag hebben we... De bands van muziek hebben elke maandag hebben ze de ruimtes. Compleet geluiddichte ruimtes. Ja. En daar kunnen we gewoon repeteren zonder ja, dat iemand er last van heeft. En dat is ook wel mooi, hè? Dat je kunt dan gewoon min of meer gratis studeren. Ja, zo kan je het noemen. Ja, toch? Die repetitieruimtes, daar moet je normaal voor betalen. Klopt. En nu met dit project kunnen we gewoon gratis repeteren. Hartstikke mooi. Ja, dus dan kom ik over een paar weken eens even kijken hoe jij met je band ervoor staat. Nou, kom maar. Zullen we dat afspreken? Ja, nou, is goed. Hartstikke goed, Michiel. Bedankt voor de komst. Johan, 17 februari in Hintammerstraat 74 is het dan, hè? Klopt, ja. Babel heet het nu. Voorheen was dat Muzerijen, dat mensen die dadelijk naar het verkeerde pand lopen. Oké. Okay. Belangrijk, 17 februari. Wil je wat meer informatie over Art United en wat er allemaal speelt, dan kun je naar de website van Muzerijen volgens mij, www.muzerijen.nl, of naar 073. Ja, Studio 073. Studio 073. Daar vind je alle informatie. En natuurlijk kun je op YouTube nog alle oude filmpjes terugkijken van het vorige festival en de edities. Klopt. Nogmaals dank voor de komst. Even tot slot. Had ik nou in de gaten dat ik jou ook nog in een interview zag over jouw... Over de flat? Ja! Ja, klopt. Huizen Bloemenkamp was dat. Ja, zeker. Oh, oké. Oftewel de zusterflat. Ja, dat is... Klopt. Ja, maar dat is niet lang terug. Nee, maar je woont daar nu nog steeds dan? Ik woon daar gelukkig nu nog steeds, ja. En ik hoor dat ze ermee bezig zijn. Dat er partijen zijn die willen dat we kunnen blijven. Nou ja, mijn foto heb je dan. Nou, laat ze maar lekker blijven zitten dan. Nogmaals, dankjewel voor het kijken naar deze aflevering van In Gesprek Met. Vandaag waren mijn gasten Michiel Meijs en Johan van Bommel. Art United, 7 februari. Graag zie ik je volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan!